Een tijdje terug ben ik met twee vriendinnen in Antwerpen geweest voor een weekendje. We zijn zaterdagochtend vroeg vertrokken en zondagmiddag kwamen we weer thuis. We hebben op zaterdag lekker kunnen shoppen en s'avonds zijn we lekker uit eten geweest en lekker uitgegaan. Maar van al die geshopte spulletjes wil ik natuurlijk wel een shoplog laten zien. Dus ja, laten we maar gelijk beginnen. Ik heb nu ontzettend veel dingen gekocht, maar wat ik heb gekocht is wel aan de prijzige kant en dat zullen jullie zo meteen wel zien. Allereerst ben ik bij New Look geweest en daar heb ik een super leuk vestje gescoord. En ik heb nog een jurkje gescoord bij de Only. Ik heb het aangetrokken zodat jullie gelijk kunnen laten zien. Het vestje wat ik aan heb, het rozere, kostte €29,99, afgerond 30. En het jurkje was €29,95 en is van de Only. Het jasje is van New Look. En ja, het jurkje is van de Only. Het jasje is dus van New Look. Hij heeft hier een zakje. En een ritje. En het jurkje is van Kant. Ziet er echt super schattig uit. En ik ben hier echt helemaal blij mee. Het leuke is gewoon dat ik het jurkje in een maat kleiner heb kunnen kopen dan ik normaal dacht te hebben. Ik ben dus een maat geslonken en dat vind ik echt ontzettend fijn. Ik heb nu namelijk het jurkje in de maat M gekocht. En dat is voor mij doen best wel klein. Dus hier ben ik echt wel heel erg blij mee. Dan zijn we naar Forever 21 gegaan en daar vond ik het eerlijk gezegd een beetje tegenvallen. Ik had er meer van verwacht. Dus daar heb ik echt maar één ding gekocht. Alleen maar deze super leuke schattige tas. Hij is echt heel klein. Ja, heel klein. Hij is klein. En er zit een, ja, een soort van printje op. En er zat ook een hengsel aan, dus je kan hem ook zeg maar hier aan vastmaken en dan kan je hem om je heen slaan. Hij was afgeprijsd. Hij was normaal gesproken volgens mij iets van €25. En nu kon ik hem kopen voor €13,50. Dus dat vind ik echt wel meevallen. Dan ben ik bij de Mac Store geweest. En ik wist eerst niet eens waar die was. Dus ik ging gewoon vragen aan een random persoon waar die winkel dan zou kunnen zitten. Nou, ik heb hem gevonden en hij is echt veel groter dan in Amsterdam. In Amsterdam heb je eigenlijk alleen maar zo'n, ja, één gangpad. That's it. Maar die van Antwerpen was best wel groot. Dat vond ik best wel fijn ook. En ik had één lipstick al een hele lange tijd op mijn wishlist staan en dat is een lipstick Faux. En ik wou ook nog een lippenstil erbij, ik wou eerst Whirl hebben of Sower. Ik heb een Sower gekozen en die vind ik echt perfect bij Pols. Ik heb Faux nou ook opgedaan in combinatie met Sower. En ik vind het echt een heel erg mooi effect hebben. Ik vind, ik vind de kleur ook heel erg mooi. En ik draag hem nou ook heb echt bijna elke dag wel. De lipstick ziet er zo uit. En op mijn hand ziet hij er zo uit. En het lippenstil zit in een heel langwerpig doosje. Hier zie je ook al de kleur van het lippenstil en de naam staat hier ook achterop. Het lippenstil vind ik echt luxe ogen. En ik vind het pigment ook echt ontzettend mooi. En normaal ziet hij er zo uit. Ik vind het persoonlijk heel erg mooi als ik eerst het lippenstil op mijn lippen doe. En daar overheen de lipstick. Dat effect vind ik het mooiste. Dit lippotlood penseel kan je als je Brave hebt ook eronder gebruiken. En als je Twig hebt kan je hem eronder gebruiken. Dat effect vind ik persoonlijk ook heel erg mooi. De lipstick kostte €19 en het lippenstil, wat weet ik eigenlijk niet meer. Volgens mij iets van €17. Ja, ook best wel prijzig. Nummer 2. Ik heb ook een lipstick gekocht. Ik kon die laten. Ik wou heel erg lang een hele mooie rode lipstick hebben. En Viva Glam 1 stond echt al een hele lange tijd op mijn wishlist. Dus toen hij er was, twijfelde ik eigenlijk bijna niet. En ja, heb ik hem gelijk gekocht. En ik vind hem wel super mooi. Viva Glam is een matte lipstick. En hij ziet er zo uit. En ik vind de kleur echt super mooi. Het is echt een beetje een bordeaux rode kleur. En persoonlijk vind ik dat heel erg mooi staan bij mijn huidskleur en bij mijn haar. Een felle rode kleur kan ik ook hebben, maar ik had nog niet echt een bordeaux rode. Dus deze vond ik heel erg mooi. Ik ging gelijk mee naar huis. Daarbij passend heb ik natuurlijk ook een lippenstil gekocht. Dit is een Pro Longwear lippenstil en volgens mij blijft deze ook veel langer zitten dan normale lippenstils. Vandaar dat hij ook wat duurder is. Volgens mij is deze
18 of 19 euro. Ik was in ieder geval 72 euro kwijt. 19 euro per lipstick. Ja, ik ben geen ster in rekenen. Dus als je er zin in hebt, kan je zelf maar even rekenen hoeveel deze ongeveer kost. Dan is in ieder geval duurder dan normale lippenstils van MAC. En dit is het lippenstil Kiss Me Quick. Yes, please baby. Hallo sunshine, kom maar. Dit is hem in ieder geval. Dit is Kiss Me Quick. En in combinatie met dit, met die lipstick, vind ik het echt heel erg mooi staan. Ja, de kleur matcht misschien niet echt met elkaar, maar in combinatie is gewoon, geeft het gewoon een heel erg mooi effect. Ik heb ook nog een andere rode lipstick van Rihanna. Dat is deze. Even kijken of het ook mooi kan. En als ik zin heb om die van Rihanna te dragen, zou die er ook prima bij passen bij het lippenstil Kiss Me Quick. Voor de rest heb ik ook nog twee panties gekocht bij de Ema, waarvan ik er eentje al heb gesloopt. Ik wou hem aantrekken om 's avonds uit te gaan. En toen trekte ik er wat te hard aan. Oké, ik had hem ook iets te klein gekocht. En toen scheurde hij gewoon. Dus die heb ik gelijk weggegooid. En die andere is dan wel goed, maar het zit in was. En dan heb ik ook nog een deo gekocht bij de Kruidvat. Ja, niks bijzonders eigenlijk. Ik had gewoon deo nodig en ik zag hem. En ik denk van ja, neem ik wel mee. Ik heb wat te vaak. Dus dat is niet echt heel erg bijzonder om te filmen. Dit was in ieder geval mijn shoplog van Antwerpen. Ik hoop dat jullie een hele leuke video vonden. En zie jullie de volgende keer weer. Dag!